Het is een spannende tijd voor alle eindexamenleerlingen, want het is weer tijd voor de uitslagen. Na de spanning van het examen brak een tijd van wachten aan. En eindelijk was het zover, de uitslag. Gisteren kreeg VMBO 4 van het Augustinus College de uitslagen. De geslaagden zijn blij. Ik ben geslaagd, ja. En wat vond je van de examens? Ik vond het op zich wel te doen. Toen mevrouw van de Kooi belde, had ik wel echt zoiets van, oh, ik ben wel geslaagd. Ik was echt heel erg blij. Het slagingspercentage was ondanks de nieuwe, strengere normen niet erg afwijkend van voorgaande jaren. De nieuwe examennorm is dat, als je kijkt naar alle toetsen in het centraal examen, de toetsen die in mei gemaakt zijn, moet het gemiddelde minstens 5,5 zijn. Ook de docenten zijn blij. Heel trots. Ja, heel erg goed gedaan. Ja. Heel trots. Nou, als je kijkt, we hebben nu een slagingspercentage van 83%. Er zijn 9 leerlingen gezakt, waarvan 1 definitief. We hebben dus nog 8 kandidaten die het kunnen halen. En die hebben eigenlijk allemaal een hele reële kans. Ze zijn nu allemaal heel hard aan het werk. Ja. Ze worden hier op school goed opgevangen. Ze kunnen geen werk hier. Ze krijgen eten en drinken. En de docenten die staan hun bij, die helpen hun. En we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Voor de geslaagde leerlingen is de feesttijd aangebroken. Nou, ik ben volgende week jarig. Mijn zus is vandaag jarig, dus zaterdag hebben we een feestje met z'n tweeën. Dus dan ook maar voor mijn examens nog een dikke party. Zeg maar. Wat zei je? Een dikke party, zeg maar. Gisteren kwam een beetje familie, maar ik ga komend weekend op hockeytoernooi met mijn team. Dus dan gaan we het flink vieren. De docenten vieren het feestje op hun eigen manier. Straks tijdens de diploma-uitreiking, dat is ons feestje met de leerlingen. Ja, gisteren waren we natuurlijk allemaal heel uitgelaten, het team. En volgend jaar zijn de leerlingen uit klas 3 aan de beurt.